Hoi en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een grote naked shoplog voor jullie. Helemaal weer zin in. Eigenlijk is dit iets maandelijks wat elke keer terug op mijn kanaal komt. Ik mocht weer wat uitzoeken naar bij naked. Volgens mij waren het 11 items. Best wel heel erg veel. Ik heb hier de grote zak. En ik heb een kortingscode voor jullie. Hier, met de code DELFER15 krijg je 15% korting op jouw bestelling. Ik zal even alles in de beschrijving linken met de kortingscode en alle items. Dus mocht je interesse hebben, het staat allemaal in de beschrijving. Ik ga snel de verzendverpakking van Naked openmaken. En ik ben heel erg benieuwd wat, want ik weet niet meer wat ik heb gevraagd. Dus daar gaan we nu snel achterkomen. Oh, dit is trouwens niet gesponsord ofzo. Ik krijg niet betaald voor deze video, maar ik heb wel de producten opgestuurd gekregen. Dus dat dan wel. Yeah, let's go. Oh my god, het is echt pittig veel. Ik begin met dit beige verpakkingje. En ik weet al wat het is, want ik wou dit heel erg graag hebben. Dit is namelijk echt vet mooi. Een loose fit broek, zeg maar. Kijk, hoe mooi is dit. Deze vind ik echt leuk. Misschien dat ik hem nu al wel aan ga doen. Ik heb nu ook een beige flare broek aan. Oh, ik zit trouwens echt op een kraakstoel. Wat vreselijk. I'm sorry. We hebben hier even geen andere stoel. Maar in ieder geval, deze broek. Het lijkt een beetje op een pantalon. Maar het is echt zo'n loose fit. En dat vind ik wel echt heel erg mooi. Oh my god, hij heeft een split. Dat wist ik niet. Aan de achterkant zit er ook nog een split. Vind ik eigenlijk best wel leuk. Het is wel aan de achterkant. Dat is wel grappig. Dat zie je niet zo vaak. Ik heb een maatje 36 en in de kleur Sand. 36 heb ik altijd van broeken. Ook al valt Naked grote qua broek, doe ik altijd wel echt 36, want anders pas ik er niet in. Dus hier ben ik echt heel erg blij mee. Hij heeft ook van die lusjes waar je riem doorheen kan. Dus ja, I'm happy. En hij zit trouwens met van die schuifknoopjes vast. Dan heb ik deze broek. En deze vind ik ook echt super mooi. Hij sluit weer heel mooi aan. Hij heeft ook mooie zakken. En als ik schoenen aan heb, zit hij denk ik echt perfect qua hoogte. Ik ben dus 1,69. Dus ik hoef hem niet in te nemen, want dan met schoenen zit hij echt perfect. En verder, ja, sluit hij gewoon perfect aan. Ik moet zeggen, hier zo bij je binnenbenen zit hij wel een beetje strak. Maar op zich vind ik dat niet heel erg. Dus ja, ik vind dit echt een heel mooi broekje. Een mooi kleurtje ook. Like it. Het blijft altijd een feestje. Al die pakketjes openmaken. Even kijken, wat is dit? Oh, mijn zus mocht ook één ding uitzoeken. En deze is van haar. Deze is wel echt heel erg leuk. Ik denk dat ze hier heel blij mee is. Dit is echt een vet jurkje. Met van die... Wow. Ja, volgens mij... Ik was toch de hele tijd wel scherp. Mag ik hopen. Dit is het jurkje. Met dus van die zakken. Best wel stoer. Maar ja, dit kun je denk ik beter met de aanbeelden zien. Het is echt een heel dik... katoen stofje, echt heel erg dik. Dus echt wel warm als het warm is, zeg maar. Dus ik zou het gewoon, denk ik, als iets koud is met een panty en stoere Dr. Martens of zo dragen. Maar ik vind het echt wel leuk dat hij van die zakken heeft. En natuurlijk gewoon nog van die banden. Dat je het gewoon lekker kan strikken. Dus ja, ik denk dat ze deze echt heel erg leuk gaat vinden. Het is gewoon een vet leuk jurkje eigenlijk. Met lange mouwen. Even kijken, dit is maatje 36. Het jurkje kost... 68,95. Maar goed, als je mijn korting gebruikt, gaat er dus nog 15% korting van af. En die korting is trouwens 48 uur geldig. Ik weet niet of ik dat heb gezegd, maar bij deze. Even kijken hoe duur die broek was. Die vind ik namelijk echt geweldig. De broek is 56,95. En dan hier jurkje voor mijn zus. Maar ja, zij heeft dus maat 36 en ik heb altijd 34. Qua achterkant is die wel heel erg kort. Wow, echt heel erg kort. Maar verder is die echt heel erg groot bij mij. Dus bij mij ziet die... er niet heel leuk uit. Iets helder hè, maken. Maar bij mij ziet hij best wel lomp uit. Maar ja, voor haar zit hij denk ik perfect. Dan nog iets zwart. Ik weet gewoon niet meer wat ik heb besteld. Dus dat is eigenlijk wel erg leuk. Oh, heel leuk. Hij moet wel even gestoomd worden of gestreken. Maar oh my god, dit vind ik heel leuk. Even kijken. Ja, dit is een jurkje. Een zwart jurkje. Ik weet niet of je ze een beetje kan zien. Maar wat ik zo leuk vind is dat hij hier dus een vierkant, zeg maar, hoe vertel je dat? Hier zo vierkant afgesneden is. En dat vind ik echt heel erg leuk met hier nog van die strikjes.
En verder heeft hij echt een hele mooie ballonmouw. Kijk hoe leuk het jurkje is. En er zit ook taille in, zeg maar. Het is niet dat hij losvalt, want er zit hier gewoon nog taille in. Dus ja, echt heel erg leuk met een riempje of zo. En dan gewoon ook stoere schoenen eronder. Of gimpen, maar laarzen zijn ook heel erg leuk. Dit stofje is ook heel chill. Het is een beetje doorzichtig-achtig, maar ik denk dat als je het aan hebt, dat het niet doorschijnt. Snap je wat ik bedoel? Echt een heel leuk vormpje. Ik hoop... Vormpje. Klinkt leuk. Ik hoop dat die past. Ik heb hem namelijk in maatje 34. Maar ik koop dus altijd een maatje kleiner bij Naked, want het valt gewoon weer groot. En ik ben trouwens 1,69. Ik draag altijd maat S. En soms M. Volgens mij is het shirt wat ik nu aan heb zelfs een M, terwijl die oversized is. Maar goed, en maatje 39 voor schoenen. Dus dan hebben jullie een beetje een indicatie. Deze is 34,95. En oeh, dat is best wel goedkoop vind ik voor Naked. Kijk hoe leuk. Dan heb ik het jurkje. En deze vind ik heel erg leuk. Ik vind alleen dit hier niet zo mooi. Dus ik denk dat ik dat loslaat. Of achter strik. En dan een beetje zo. Dat vind ik namelijk leuker. Wat ik wel heel erg leuk vind is dus deze hals, maar ook gewoon de pofmouw en het jurkje zelf zit gewoon heel erg mooi. Je hebt een mooie taille erin, goud riempje of zo erbij en dan die cowboylaarsje hieronder. Nou, dan zie ik het helemaal zitten. Dus ja, ik vind hem heel erg leuk. Hij is ook niet te kort, hij is gewoon perfect eigenlijk. Dus hier ben ik ook heel erg blij mee. Dan iets wits. En ik weet al wat het is. Oh ja, heel leuk. Oh, hier ben ik verliefd op nu al. Ik ben namelijk weer helemaal into de witte jurkjes. Ja, en dat zie je nu ook gewoon weer overal voorbij komen. En ik zag deze en ik dacht, you are going to be mine. Kijk nou. Hoe mooi. Hij is een beetje geborduurd. Dus eigenlijk is heel het jurkje soort van geborduurd. Hij heeft ook een prachtige ballonmouw. En ja, ik weet niet, mooie V-hals. Ook weer een mooie taille erin. En dan loopt hij aan de onderkant iets wijder uit. Dus hier ben ik echt heel blij mee. Ik hoop dat ik hem pas. En als je bruin bent, is het toch helemaal geweldig met leuke sandaaltjes erom of zo. Even kijken hoe duur deze was. Ik heb hem in maatje 34 dus. En normaal gesproken moet dat zelfs passen. Ik heb één keer ook een jurk gehad in maat 34 van Naked. En die was zelfs nog te groot. Echt vet te groot. Dat ik echt dacht, moet ik een 32? Oké. Dit jurkje is 68,95. Oké, dit is echt heel jammer. Hij is zo mooi. Maar deze hele rits is al kapot. Ik heb niks gedaan. Ik heb hem gewoon omhoog gedaan en ik kreeg hem niet verder. En nu gaat die onderkant gewoon open. Dus dat is echt voor de kwaliteit echt heel jammer. Maar Sanne, je ziet je voet. Ja? Je voetje. Oh. Maar het jurkje zelf vind ik zo mooi. Dus als dit zeg maar gewoon straks, als de rits dicht komt. Kijk dan. Kijk dan hoe leuk die was. Maar dit kan echt niet, want die gewoon nu al... Ik heb echt voorzichtig gedaan. Ik weet ook niet hoe ik hem nu uitkrijg. En de mouwen, die moest je ook open doen, die knopen. Want anders kreeg je ze gewoon niet over je handen heen. Terwijl ik hele dunne handen heb. Dus het zat wel, zeg maar, in dat opzicht bij de mouwen heel strak. Maar verder vond ik hem zo leuk. Dus ik bouw hier erg van. Maar dit kan gewoon echt niet. Dus helaas, echt heel jammer. Ik vind het echt niet leuk. Kijk, hier kun je wel zien. Hij zit echt heel vaag hier. Dus ik denk dat ik gewoon de rits ga laten maken of zo bij de kleding maken. Want ik vind hem echt heel erg leuk. Maar ja, let er wel op dat dit echt een heel fragiel ritsje is. Dan zie ik nog weer iets zwarts. Ik ben best wel basic gebleven dit keer. Ik weet niet, ik was altijd wel echt into de kleuren. Maar ik merk ook wel dat ik wat meer basic items ook fijn vind. Net zoals wat ik nu aan heb. Dus dat zwarte shirt is trouwens van Colorful Rebel. Met een panter of tijger, I don't know. En dus een beige flare broek. Ik weet niet. Het is toch weer een beetje aan het switchen of zo. Wat is dit? Heb ik dat gevraagd? Oh ja, dat heb ik gevraagd. Ik zie het al. Een zwarte skinny. Maar geen niet zomaar skinny. Het heeft namelijk een flaretje. Jawel, dit vind ik de laatste tijd echt wel heel erg mooi. Ik draag niet per se heel veel flare broeken meer. Deze beige die ik nu toevallig aan heb wel. Die is trouwens van My Jewelry. Maar de zwarte flarebroek of zo, dat was toen helemaal een tijdje gaande. Dat draag ik eigenlijk veel minder. Ik draag gewoon echt broeken eigenlijk. Qua denim. Dus ik dacht, waarom niet gewoon een denim flarebroek? Vind ik heel erg mooi. Ik hoop dat ik hem pas. Want ja, dat is altijd nog wel een beetje de vraag. Want ik ben best wel klein in dat opzicht. Het valt me altijd te lang.
Maar ja, verder ziet hij er gewoon prima uit. Mooi high waisted. Heeft hij nou goud? Het is een beetje een gouden wassingachtig qua knopen. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. Het is gewoon een jeans denim flare broek. Heel blij mee. Ik hoop dat ik hem pas. Maatje S. Dat moet vaak wel ook wel passen. Even kijken. Oh, deze broek is maar €34,95. Dat vind ik echt ook wel meevallen weer. Ik heb hier de flare broek aan. En op zich, hij zit helemaal perfect. Alleen, hij is natuurlijk te lang, zoals altijd bij mij. Dus dit ga ik nog even innemen. Maar als hij ingenomen is, zit hij echt top. Hij is ook lekker stretch en hij sluit ook verder heel erg mooi aan. Dus verder is hij echt top. Alleen nog even innemen. Heel blij mee. Oh, hier ben ik zo benieuwd naar. Oh, schoenendoos. Ik heb wat schoenen, eigenlijk laarsjes, gevraagd. En hier ben ik echt heel excited over, denk ik. Even kijken. De cowboylaars. Ja, ik heb er al een in het wit helemaal. Ja, hij is helemaal in het wit met een zwarte blokhak. Maar deze vind ik zo vet. Maar vooral de bovenkant dit. Kijk nou. Je hebt hem ook met wit gestikt. Niet bij Naked, maar die bestaan ook gewoon. Die vind ik ook heel erg tof. Maar ik vind deze ook wel heel vet. Gewoon heel subtiel. Gestikt hier. En dan ja, met een snake printje. Heel leuk. Ja, ik hou van de cowboy boots. In het begin vond ik het vreselijk, maar dat heb ik altijd. En dan na een tijdje denk ik, ja, best wel leuk. Maar hoe leuk is dit met dat zwarte jurkje? Heel blij mee. Ja, helemaal leuk. Maar goed, ik laat trouwens ook heel vaak andere mensen, als ik wat uit mag zoeken, kiezen. Ik heb mijn vriendinnen ook wel eens gedaan. Het zusje van mijn vriend, mijn zus of mijn moeder. Dus ja, dat komt altijd wel goed. Even kijken, weer wat zwart. Wow, ik ben echt in shock. Waarom doe ik dat? Dit is trouwens, ja, heel erg leuk. Een basic shirt. En dan denk je, waarom zou je dat doen? Nou, ik ga je vertellen. Hij heeft trouwens ook lange mouwen, gewoon aansluitend. Dus eigenlijk is het gewoon een basic zwart shirt. Maar dan zie je de voorkant. Kijk. Met weer zo'n mooi vierkante line bij je boobs daar. Dus dat vind ik gewoon een heel mooi detail. Deze heb ik in een XS, dus 34 weer, want dat heb ik eigenlijk altijd. Dus deze kost €28,95. Oké, dan heb ik dus het shirtje. En die zit ook echt weer helemaal goed. Dus hij is wel lang qua armen, dus hij zit hier een beetje... Ja, veel over zeg maar. Maar dat vind ik zelf niet zo heel erg. En ik vind vooral dit detail echt super mooi. En dan hier met kettingen. Oh. Oep, oep, oep. Oh. Oeh, deze past heel erg leuk bij mijn outfit, denk ik. Oh. Ja, oh, deze vind ik zo mooi. Ik ben echt weer veel te enthousiast. Maar ik vind het echt... Ik vind het allemaal parels. Echt, het is echt heel erg mooi. Ik ben echt blij met mijn keuze deze keer, hè. Kijk nou. Wat een plaatje is dit. Hoe de fuck ga ik dit... Huh? Ja. Ja. Oh wauw, ik vind deze zo mooi. Kijk nou, dit tasje. Het is dus echt in een mooie zandkleur. En ik ben helemaal into de nude en zandkleurtjes. En hij heeft gouden details met een soort krokodillenprintje. Kijk nou, en een mooi lusje. Ja, ik hou hiervan. Dan, oh, dat wist ik niet. Dit vind ik wel chill. Is die hier nog afgeschermd met een ritsje. En dan zit hier nog natuurlijk de grote lus die je hier nog zo kan doen. Zodat je hem om je schouder kan doen, maar je kan hem ook vasthouden. Nice. Oh, heel leuk. Ik ga ook gelijk de grote lus eromheen doen, want dan kan ik die omdoen. Oh ja. Mijn vader is dus een huis aan het bouwen en dat heb ik laatst op Instagram laten zien. Als je mij nog niet volgt, mijn naam is @floordelf op Instagram. En hij is echt een vet mooi huis aan het bouwen. Echt, oh, mooi. Maar goed, ik krijg dus ook een eigen kamer en zo. En daarin zit dan een badkamer en dat soort dingen. Dus ik ga op mijn kanaal een serie doen met een room makeover. Eigenlijk het hele proces van niets naar iets, zeg maar. Met mijn kamertje en decoreren en interieur shoppen. Gewoon alles. Echt helemaal zin in. Maar dit, zeg maar, wordt de kleur van mijn kamer. Dus ja, je kan wel zien dat ik daar nu echt helemaal into ben. Dat is het nieuw zandkleurtje. En dan met hout en
qua primaire kleur gaan we voor lichtblauw. Maar goed, ik ga het allemaal niet verklappen. Waarom doe ik dat nou? Dus ja, echt helemaal leuk. En ook weer echt flink aan het lullen zeg. We gaan er weer even snel doorheen. Deze tas kost 39,95. Moet je nagaan als mijn korting eraf gaat. Dan is die echt wat goedkoper. Dat is gewoon top. Echt wel een mooi prijs vind ik. De zak is leeg aan het gaan. Dus we zijn er bijna volgens mij. I love it. Kijk nou. Deze broek heeft een vet mooi mintgroen kleurtje. En het is echt weer zo'n heerlijke loose fit. Vind ik echt top voor in de zomer. Ik draag eigenlijk nooit strakke broeken. Ik draag altijd boyfriend jeans of ja, iets met een flare of loose fit. Dus ja, ik hou echt niet van skinny jeans. Ik hou daar echt niet van. Ik heb er ook geen één in mijn kast. Maar kijk nou, dit kleurtje ook. Heel leuk. Ja goed, deze loose fit mintgroen. Heel blij mee. Heel erg leuk. Oh, hij heeft trouwens een rits aan de achterkant. Een maatje 36 natuurlijk. Met broeken 36. Deze broek kost 56,95. Dit is trouwens ook wel echt leuk met een wit blouseje of zo. Dan deze. En ik moet nog even kijken wat voor soort onderbroek ik eronder doe. Want je ziet het wel een beetje doorschijnen. Maar verder ja, zit hij ook gewoon weer goed. En als ik schoenen aan heb, perfect. Dus ja, alleen de onderbroek struggle. Maar verder zit hij gewoon prima. En dan is het alweer tijd voor het laatste item. En we gaan het gewoon afsluiten in stijl nude. Een prachtig topje. Een hemdje eigenlijk. Echt die auto's, hou op met me. Kijk, en dit detail aan de voorkant is echt prachtig mooi. Het is echt zo'n mooi kantje in een V-hals. Ja, ik hou van deze hemdjes. Eigenlijk is het gewoon een heel simpel hemdje met hier gewoon van de bandjes. Maar dit maakt het gewoon af. En ik heb hem al in het zwart zo'n soort. Maar ik vind het ook mooi in een nude kleurtje dus. Met gewoon een zwarte denim shortje of gewoon iets in de zomer. Helemaal leuk. Hier ben ik echt mega blij mee weer. Echt. Wauw. Het hemdje. En die zit ook echt perfect. Hier ben ik echt heel erg blij mee. Ik denk dat ik hem zonder BH zou dragen. Want hier zie je wel een bandje. Maar ik vind het gewoon echt een mooi detail hebben. En hij is ook niet te diep. Dus eigenlijk zit hij gewoon echt helemaal perfect. Echt super leuk. Waren dit dus alle items? Ik ben echt te spreken over alles. Ik ben helemaal blij en content hiermee. Echt, echt. Ik ga niks wegdoen. Ik vind het helemaal leuk. Ik hoop dat ik het past. Dus dat hebben jullie al kunnen zien hiervoor. Check nog even alles in de beschrijving. Daarin staat de kortingscode en alle linkjes van de items. Dan kun je er lekker makkelijk heen. Dus gebruik zeker de kortingscode DELVER15 voor 15% korting. Maar hij is 48 uur geldig. Dus hurry. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Vond jij hem leuk? Doe dan even een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Daar zou je me heel blij mee maken. We hebben trouwens al de 10.000 abonnees gehad. Volgens mij heb ik dat nog helemaal niet verteld in mijn vlogs of iets. In mijn video's. Dus thank you. En ik zie jullie tot de volgende video. Bye.